Kijkers van Loek TV, een bijzonder goede avond. Ja, we zitten op het ogenblik rustig in de kelder van het Stedelijk Museum op de Hoogstraat. Na alle drukte van Giro d'Italia hebben we vanavond weer een feestje, maar een feest van een heel andere orde. Eigenlijk wordt het een beetje traditie, want op 12 mei vieren we de verjaardag van Wim de Haan. Wim, goeie avond. Goeie avond. Allereerst natuurlijk weer gefeliciteerd met je verjaardag. Dan ben je een dag te vroeg. Altijd beter vroeg dan laat. Klopt, maar op hemelsverdag kun je natuurlijk niks niet doen met je publiek. Dus ik heb een dag vervroegd en zo. Ik heb verboden om cadeautjes mee te nemen, want ik ben niet jarig. Nee. Maar je gelukwensen neem ik natuurlijk wel te harte. En voor de rest, ze zijn net binnengekomen. Ik ben blij dat ik ze weer ziet, want ze hebben me... En mij en Tini hebben ze me uitgenodigd 3 weken terug in Rijswijk. Als je een voorproefje wil hebben voor Schiedam, moet je even naar Rijswijk komen. Kort erbij komen wij dus niet. Ja. Maar ik ga je toch onderbreken, Wim, want je gaat het hele verhaal overklappen. Maar ik wil eerst even wat andere dingen met je bespreken. De Giro d'Italia is een geweldig evenement in Schiedam geweest. Zijn de meningen natuurlijk overigens wel over verdeeld. Hè? Moet je dat doen? Moet je dat niet doen? Moet je daar veel geld aan uitgeven? Jij doet al voor de 3e keer dit jaar iets heel anders. Jij zegt, ik wil mijn verjaardag vieren, maar met Schiedammers die mij na aan het hart zijn. En dat doe je heel kleinschalig. Je biedt ze een leuke avond aan. Daar kan ik nog zeker bij.
Dit is de derde keer. Hoe is dat in je hoofd gekomen? Wanneer is dat ontstaan? Nou, het is voor al die leuke vrienden, kan ik niet zeggen. Ik heb ooit eens één vriend gehad, die is dood. Maar ik heb een schat aan kennissen. En toen ik dus, dat weet je dus, die aneurysma had zo gezegd, dat ik echt twijfelde, hoe lang leef ik nu eigenlijk nog? Nou, dat spul wat naar me toe kwam, wat ik kende, en joh, wat heb ik nou gehoord, wat heb je nou? Dat kan toch niet bij jou? Kan dat niet bij mij? Waarom hoezo? Heel je leven lang een sport gedaan, dit en dat. Ik zei, joh, ik heb het nooit niet gevoeld, maar het is wel zo. De leidersweg die je gekregen hebt van Vlietland ziekenhuis naar Erasmus, waar je slecht behandeld bent en Leiden heel fijn dichtgemaakt en zo. Met na een half jaar het gezegde dus van, u bent keurig gesloten meneer Daan. En nu kort geleden, morgen over een jaar terugkomen, want ik ben nog steeds keurig gesloten. Al die lieve mensen die gewoon lekker in Schiedam naar me toe kwamen. Joh, Wim, dit en dat. En het was niet alleen zo, wat had je nou precies? Nee, dit. En wat had je nou precies? Kijk, en dat zijn de dingen, weet je wel. Want Wimpie is ook maar een Wimpie, hoor. Maar toen dacht je op een gegeven moment van, ik ga wat terug doen voor die mensen. Ja, we zouden niet met vakantie gaan. Dus heb je een bepaald bedrag wat je uit kan geven. En dan loop je dus in Bonn. Daar is het dus mee begonnen dus. En daar hoor je mooie muziek. Want je moest daar nog voor je werk, voor een wenkbrauwtje te blessure te maken of zo. En we mochten binnen voor niks, want de kassa was eigenlijk al gesloten. En dan hoor je een stuk muziek. De braas uit Sint-Petersburg. Ja, nou ja, goed. En dan is Wimpie heel impulsief. En die kijkt niet aan en zegt, we zouden toch niet met vakantie gaan? Nee, dit jaar zouden we zeker niet met vakantie gaan. Ik zeg maar, dan gaan we besteden. En daar kwam de Braasband. Bent niet een man die zegt van luister eens, ik vier mijn verjaardag en ik huur een accordeonist en paard in de gang, holla die feestneus op. Je Tini zegt altijd, Wim zit te broeden. Dat is bij ons al op de redactie een bekende uitdrukking. Want je wil niet zomaar de eerste de beste koekenbakker met alle respect naar Schiedam halen. Ik wil iets goeds. En niemand kan me ontnemen dus dat ik er een neusje door heb. Want de Baltic Baas was toch wel wat. Ik heb ze nog een keertje terug laten komen. Ja. Dat had ik afgesproken, dus je weet hoe die story in elkaar zit dus. Maar ik had afgesproken. Zulke goede vrienden geworden, bij me thuis gegeten, gedoe is bij me, weet je wel, een vriendschap. Van Werther Herde Haan, Liebe Werde Haan, werd het beste Wim en zo, weet je wel. Beste Valerie en zo. Een vriendschap opgebouwd en zo'n stuk van elkaar afwonende, weet je wel. En dan zo'n stuk muziek in Schiedam krijgen dus. Ik had het daar gehoord. En dat was grandioos. Nou, dat zal iedereen hebben moeten beamen dat deze mensen er wat voor konden.
dat ik het verdien heb gedaan. Ik heb me getwijfeld heel leven, maar toch ben ik weggegaan. Vanaf nu wordt alles anders, het weer en de mensen op straat. Ik ga alles opnieuw beginnen, maar het zei dat ik het verlaat. Overigens wel verrast, want wij dachten, nou, Wim die viert zijn verjaardag lekker en we zaten fijn op dat oude stadhuispleintje. Daarna ben je ons blijven verrassen. Eerst kwam je met schilderen, het feit dat je schilderde. Nou, dat was al, Wim de Haan is nog steeds bekend als de bokstrainer. Toen kwam je met schilderijen en twee weken geleden verraste je me met een boek. Want kruiwagens heb je nooit nodig gehad. Ik zei al vorig jaar een beetje gekscherend, is de emmer een keer leeg? En toen zei je, nou, dat weet je nooit. En toen kwam je weer met dat boek. Hoe verklaar je dat allemaal? Ben je een laatbloeier? Ik denk dat ik een laatbloeier ben, omdat ik heb altijd ten opzichte van mezelf een grote reserve gehad. Kan ik dat nou wel? Want steeds blijft het nog spelen, 12 jaar oud, gedichtje aan de hoofdmeester laten lezen. Dat hij zegt, dat moet je moeder eens lezen, laten lezen of zo. Nou, ik werd welkom ontvangen met mijn eerste gedichtje dus. Want je weet zelf wat er in mijn boek staat, hoe ik ontvangen werd bij mijn moeder. Nou, dan mag je toch immers niet naar buiten treden. Dan ben je toch een gekje als je een gedichtje maakt. Ik heb je boek gelezen, Wim.
Ik vond het een boek waarin jouw levensverhaal staat, door jou verteld. Heel impulsief opgeschreven. Maar wat mij vooral opviel is dat je niks nalaat te zeggen. Je benoemt het allemaal, maar daardoor wordt het dus niet een soort fijn prettig boek. Want het is niet allemaal leuk wat erin staat. Nee, maar was het leven van mij zo heel erg leuk dan? Wel nee, het is een grote puinhoop geweest. Maar mensen zijn natuurlijk vaak geneigd wanneer ze over zichzelf vertellen om het toch allemaal een beetje rooskleuriger voor te stellen. Ik had bijna het idee dat jij het helemaal om hebt gedraaid. Totaal, totaal. Want het was zo bitter tot en met. En op een gegeven moment toen ik voor de eerste keer hoorde van... Maar dat ene gedicht, Wim, dat vond ik zo verdomde mooi. En dat was toevallig een heel zwaarmoedig gedicht. En dat vonden mensen mooi. Nou, dan schrijf je dus meer. En dat kon ik zo makkelijk doen, want ik had een achtergrond van heb ik jou daar. Dus ik kon dat bittere er wel in gooien of zo. Maar je kan me niet ontnemen dat ik af en toe wel eens een ondeugentje er tussendoor gooit. Natuurlijk, dat moet dan ook wel. Nou, ben je natuurlijk een man met naam en faam in de bokswereld. Nou, boksers, dat zijn over het algemeen jongens die rake klappen uitdelen. Stoere jongens, ferme knapen. En dan komt Wim de Haan eerst met gedicht uit. Daarna komt hij uit met schilderijen. En onlangs kom je uit met een boek. Is dat heel erg tegenstrijdig, die harde uiterlijke bokser ten opzichte van die man met zijn innerlijke drang om over zichzelf te vertellen? Dan moet ik even terugtasten. 55 Zuid-Hollands kampioenen, 8 Nederlands kampioenen. Alleen maar omdat ik een trainer was met zekere bekwaamheden. Maar ik was de vader achter het mens. Want je kan alleen maar resultaat halen als ik bij hem of bij jou in je hartje kan kijken. Ik kan veel makkelijker 100 gulden van je lenen wanneer je daar wat in speelt. En dat weet je, zo begint de oplichterij eigenlijk, door met al die dingen meer. Even bij was het eerlijk gemeend. Als er eentje s'nachts om 4 uur lekker lazers in het sterretje stond en ze kwamen me waarschuwen, dan ging ik er nog eventjes in mijn onderbroekje naartoe bij wijze van spreken van wat dit eigenlijk wel van plan was. Je hebt helemaal lazers, ik durf niet naar huis toe. Durf je niet naar huis toe? Nou, dan heb je bij mij thuis een biertje zitten drinken. Zal ik je thuis wel even brengen en zal ik je verontschuldigen? En ik naar de deur toe en zei, boos, kom je nou pas? Mooi luisteren, Wil. Hij heeft bij mij thuis een biertje zitten drinken. Nou, je moet hem eens leren om een biertje... Hij zat helemaal volgegoten. Ik zei, je moet hem eens leren om een biertje te drinken. Hij heeft 3 biertjes bij me gedronken. Ik zei, nou, dan moet ik hem thuis brengen. Een trainer met een hart. Ze houden van vrouwen. Ze zien je staan. Ze zijn verzorgd en dragen het pakken van een man. Ze redden een boek die Italiaanse vrouwen. Maar waar je niet thuis gekomen. Maar van je wereldse droom. Donker groen, woeste ogen, strak blijven. Voor de derde keer, Stedelijk Museum. Wie heb je voor je vriendenkring geëngageerd? Irena Filipova en Hans Visser. Hans Visser bekend, oprichter van Vlerk. Bassist en gitarist. Ze zijn, zover ik weet, dat ze getrouwd zijn dus. Maar dat zal me minder interesseren. Maar ik bedoel, het is een koppel die vreselijk op elkaar ingespeeld is of zo. Een koppel wat sportief is, want de derde man die er wel bij is om wat te helpen dus. Maar dan had het een en ander nog wat duurder geworden en zo. Dus ik zeg, maar en ik heb dat bestudeerd dus of zo. En wat hij dus deed was wel duidelijk een inbreng hoor, heus. Maar in mijn ogen kon die gemist worden en dat scheelde me veel centjes. Nou, we gaan er vanavond weer van genieten, Wim. Vooralsnog, morgen een heel fijne verjaardag verwend. Ga dadelijk genieten van de muziek. Je zit lekker helemaal frontaal met je eigen tini. En ik wens jullie allebei morgen een heel fijne dag. Hartstikke dank.
Ik nu